Goeiedag. Woensdagmiddag staan we altijd even wat langer stil bij het weerbeeld voor de komende 10 dagen. Momenteel tropische temperaturen in deel van het land. Het is echt volop zomer nog steeds. Het is ook erg droog. Levert vaak dit soort plaatjes op. Beekjes die vrijwel droog staan. En alle andere droogteperikelen waar we momenteel mee te maken hebben. Maar ook die zomerse luchten. Veel blauwe lucht. Soms wat stapelwolkjes. Soms wat wolkensluiers. Nou, vandaag en morgen bereiken we die tropische temperaturen. Maar daarna gaat de temperatuur wel wat naar beneden. Een goede graadmeter is altijd om te kijken naar het 850 hectopascal vlak. Dat is op zo'n 1500 meter hoogte. Daar kunnen we de lucht natuurlijk ook meten. En dan zien we dat de temperaturen over het algemeen momenteel zo rond die 14 graden zijn. En dat betekent dan aan de grond in deze tijd van het jaar dat je daar bij deze weersomstandigheden makkelijk 16 graden bij kan optellen. En dan kom je uit op 30 graden. Maar als we de animatie gaan aanzetten, dan zien we dat donderdag ook die hoge temperaturen nog steeds aanwezig zijn. Wordt zelfs nog wat warmer op donderdag, maar vrijdag dan wordt die warme lucht naar het oosten weggedrukt en dan komen we in wat koelere lucht. En dat betekent ook dat we vanaf vrijdag, maar met name ook in het weekeinde en begin volgende week, echt wel met wat lagere temperaturen ook aan de grond te maken gaan krijgen. Dan is die tropische lucht verdwenen en zal de temperatuur ergens uit gaan komen, nou grofweg tussen 20 en 25 graden. Als we de grondkaart erbij pakken, dan kunnen we ook zien dat vrijdag, als die warme lucht verdreven wordt, er een aantal buien overtrekken. Het kan best wel eventjes gaan onweren, maar de neerslaghoeveelheid en ook het lokale karakter van de meeste buien, ja, dat betekent wel dat de droogte die we hebben natuurlijk niet zal verdwijnen. En we moeten er ook rekening mee houden dat na de vrijdag we weer een overwegend droge periode gaan krijgen. Ik zet de animatie aan en dan zien we dus op vrijdag vanuit het westen geleidelijk aan een storing overtrekken. Hier gebeurt dat, dat levert wat buien op. Maar dan in het weekeinde een meer noordelijke wind en toch ook wel weer hoge drukinvloed. En dat kunnen we ook goed zien aan het eind van de animatie, want dan hebben we te maken met dat hoge drukgebied boven de Atlantische Oceaan en een uitloper van dat hoge drukgebied, ja, net ten noorden van ons. En wat betekent dat voor ons? Dat we dan een wat meer noordelijke stroming hebben of een meer noordoostelijke stroming. En dat is nog een beetje onzeker en daar zit dan ook weer wat onzekerheid in voor de temperatuur in de loop van volgende week. Laten we eerst nog maar eventjes kijken naar de kaart van morgen, donderdag. Tropisch op veel plaatsen in het land. De oostelijke helft van het land, de zuiden, daar zal de temperatuur boven de 30 graden oplopen. En dat betekent ook dat we in het zuidoosten van het land te maken gaan krijgen met de tweede regionale hittegolf van deze zomer. Want gisteren was het al boven de 30 graden. Vandaag is dat het geval. En morgen zal dat ook het geval zijn. Overigens in de Achterhoek, is misschien ook nog wel even leuk om te vermelden, daar is de eerste hittegolf nog steeds gaande. Want die temperatuur is daar steeds boven de 25 graden geweest. Donderdag ook een flinke zonnige periode en dan blijft het overal droog. Dan gaan we even wat verder kijken naar de neerslagkansen. En wat dan opvalt, dat is dan dat we vrijdag echt wel te maken gaan krijgen met een aantal buien. Het beeld zag u ook in de weerkaart terug. Misschien dat er op zaterdag ook nog een verdwaalde bui valt, maar daarna toch weer een lange, drogere periode waarbij de kans op neerslag natuurlijk heel klein is. En dat heeft alles te maken met dat hoge drukgebied wat weer gaat opbouwen, maar dan wel met die noordelijke wind. En dat kunnen we dan ook mooi zien in de temperatuurprofiel. Dan hebben we donderdag nog te maken met die temperaturen boven de 30 graden in een groot deel van het land. En dan gaat die temperatuur naar beneden. Wat we dan ook zien is dat de onzekerheid in deze periode weer gaat toenemen. En dat heeft te maken met die noordelijke wind of noordoostelijke wind. Want zodra die wind wat meer noordoost wordt, gaat de temperatuur ook weer omhoog en krijgen we gewoon weer zomerse temperaturen. Dat moeten we gaan zien in de loop van volgende week. Nog een fijne dag.